Het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer is bezig mogelijkheden te bekijken om de schaarste aan bepaalde houtsoorten op te lossen. Bewindsvrouw Diana Pokkie zegt dat er voornamelijk een schaarste is aan de houtsoort Grofolo, die wordt gebruikt voor bouwwerkzaamheden. Ze vindt dat de regering met een bepaling moet komen voor de houtsoorten die de belangstelling hebben van exporteurs. Dus dan moeten we als een ministerie een besluit nemen van, om het een beetje te verminderen of een afspraken te maken met de stakeholders. De beperking dus dat we een gedeelte vasthouden voor lokaal gebruik. Maar over algemeen is er geen schaarste, maar bepaald soort hout die heel aantrekkelijk is voor het buitenland, daar is er een schaarste. Maar daar hebben we nog geen besluit over genomen. De minister zegt dat de problematiek binnen de houtsector interdepartementaal zal worden aangepakt. Er komt een commissie die de gehele houtsector onder een vergrootglas zal plaatsen. Later hebben we een regeringsraadsmeeting en dan gaan we daar een besluit over nemen. Dus als we praten over de houtsector, dan denk ik alleen aan mijn ministerie, Grondbeleid en Bosbeheer. Maar dan moet je ook denken aan justitie, douane, is een heel keten, TCT. Weet je, dan gaat het om scheepvaart. Dus we moeten dan als regering moeten we dan de houtsector aanpakken. We hebben met een aantal verenigingen gesproken, we hebben met binnenlandse houtproducenten gesproken, we hebben met VSB gesproken, we hebben met ASU gesproken. Dus nu is het des regering om beleid erop los te gooien. We hebben al een beeld waar we, eigenlijk gaat het min of meer over de controle die veel te wensen overlaat. Dus, en daar moeten we dan de controle gaan verscherpen. Minister Diana Pokkie van Grondbeleid en Bosbeheer. Ze zegt geen melding te hebben gehad van schaarste bij andere houtsoorten.